De daders van de moord op Yvonne Faf hebben tijdens een verhoor verklaard dat Faf destijds verantwoordelijk is geweest voor de moord op Marco Lamers uit Tiel. Lamers werd op donderdag 12 juli 2001 door een schipper doodgevonden in het Amsterdam Rijnkanaal. Hij bleek te zijn doodgeschoten. De toen 27-jarige Lamers bleek actief te zijn in de wiethandel. Justitie is er tot op heden vanuit gegaan dat de dader van Turkse komaf was en was gevlucht naar Turkije. Met de verklaring van de twee daders van de moord op Faf, die ook drugsgerelateerd is, krijgt deze oude zaak een nieuwe wending.